Voilà, ça. Ik heb hier bloemen gezet, maar jullie zien die niet, hè? Alles goed met jullie? Eens kijken wie er allemaal al kijkt, hè? Ah, zeg. Er is 3G gaan. Ah, hier ben ik terug. Voilà, we zijn vertrokken. Ik heb hem op 3G gezet en ik denk dat het licht goed is, dus we kunnen beginnen. Nu, ik had er straks aan jullie gevraagd, Joke, uitzending onderbroken, ik denk dat we nu terug bezig zijn. Hè? Ik had er straks aan jullie gevraagd wat jullie graag nog zouden willen zien. En ik heb eigenlijk wel hele toffe reacties gekregen. Waaronder bijvoorbeeld een fresh day look of een office look. Of wat moet ik dragen als ik thuis zit en ik wil er toch fris uitzien. Of bruidsmake-up. Ik heb zo'n beetje van alles gekregen en toen ben ik begonnen na te denken. Ah ja, ik kreeg ook nog brildragers, heb ik ook nog gekregen. En toen dacht ik, goh, eigenlijk willen jullie iets zien wat jullie elke dag kunnen dragen. Wat fris is, wat... Wacht, sorry, hè. Zal ik eventjes onderbreken? Beeld is wazig, is beeld nog altijd wazig? Cynthia, zeg het mij eens. Want ik zie hier heel scherp. Misschien heb je al iets gedronken, Zoe. Goed, conclusie van alle vragen en alle antwoorden die ik gekregen heb, is dat we iets gaan doen wat er fris uitziet, wat niet moeilijk is en eigenlijk wat bij iedereen staat. Dus bij groene ogen, bruine ogen, blauwe ogen, bij een bleke huid, bij een donkere huid. Ik wil aan jullie een look laten zien die wat ik vind. Die ja, praktisch altijd goed is. En als je soms niet weet wat je moet doen, dat je dan moet doen. Nu, dit is ook een look voor bruidjes. Dus ik had een paar bruiden die zeiden van, ik ga morgen trouwen. Dus dat is wel belangrijk. Dus trouw maar morgen goed. En dan kun je dit misschien gebruiken. Hè? Ook al heb je zo'n persoon hier huis, niet in huis. Je gaat misschien wel iets gelijkaardigs hebben. Hè? Goed. Oké. Wat gaan we doen? Eerst en vooral is highlighten super belangrijk. Nu, ik gebruik heel vaak de liquid foundation onder mijn ogen. Maar ik ga nu eens met de liquid concealers werken. De liquid concealers hebben we in 2 kleuren. De 1 en in de 2. De 1 is rozer en de 2 is geler. Ik wil gaan voor een hele frisse look. En ik ga voor de 2. Want de 2 is geler. En geel gaat mij veel meer spatie geven straks om kleur toe te brengen. Als ik nu al roze ga doen, dan zit ik een beetje gebonden. Nu. Ik ga iets nieuws tonen. En dat zijn deze 2. Het grote zusje en het kleine zusje. Wij gaan beauty blenders op de markt brengen. En die zijn ideaal. Die zijn in productie, in hoofdproductie nu. Dus het gaat niet meer zo lang duren. Ik denk dat die binnen 3 weken in alle apotheken gaan liggen. Yay! Maar dan zien jullie tenminste al eens hoe we te gebruiken. Het is heel fijn om te gaan baken. En wat is baken? En dat ga ik jullie laten zien. Baken is eigenlijk een huid gaan highlighten op een heel mooie natuurlijke manier. En Claudia, Carine, ze zijn er nog niet, maar ze zijn er bijna. Ze zijn er bijna. Die kleine is heel fijn om dekkend je concealer te gaan aanbrengen. En die zijn ook heel ja, plooibaar. Ik ga die nu droog gebruiken, niet nat. Maar droog. En wat ga ik doen? Ik ga onder mijn ogen heel goed gaan oplichten. En ik ga overdrijven, want ik wil een frisse look voor de rest van de dag. Dat is het voordeel als je naar de tutorials kijkt. En dan krijg je alle primeurtjes. Hè? Ik ga een beetje verder zitten, want anders is het licht misschien weer te fel. Dus overdrijf maar en ga oplichten. Waar doe ik dat? In een driehoek, onder mijn ogen. En waar ga ik dat nog doen? Op mijn jukbeen. Want ik wil frisheid. En ik wil er stralend gaan uitzien. Dus zo, dat is een hele goede techniek. Als je dat met de liquid foundation doet, gaat dat ook. Hè? Maar dan is het gewoon dekkender. Dit gaat veel meer ja, frisheid geven. Ik ga ene kant doen van mijn gezicht. En dan ga je het verschil zien met de andere kant. Ik vind dat wel eens een belangrijke, dat je een hele mooie voor en na krijgt. We doen altijd alle 2 kanten, maar dan vergeet je soms hoe het ervoor uitzag. Claudia, overdrijven, echt iets voor mij. Ja, maar ik overdrijf soms ook. Maar de kunst is het dan zo natuurlijk mogelijk te laten uitzien. Dus, op zijkant van je oog, deppen, deppen, deppen. En hoog op je jukbeen. En tegen die wenkbrauwen aan. Dat maakt, als je kijkt, dat geeft dan onmiddellijk zo
gestrest bent. Ik zie nu niet uit. Hè. Dat is te fel natuurlijk. Ik kan het nog allemaal schoon wegwerken. Nu, als je die natuurlijk niet hebt nu, hè, doe je dat gewoon met een concealer brush. Dat is perfect daarvoor. Hè. Gewoon een beetje deppen en aanbrengen. Waar breng je nog een lichtere kleur aan dan de huid? Bijvoorbeeld boven je bovenlip. Want je wilt plumping lips. Zeg, amai, zitten hier zoveel bruiden van mij. Wat tof. Ik vind dat altijd tof om te doen. Ik vind het nu ook wel spijtig dat het seizoen een beetje stil ligt. Maar we zullen het misschien allemaal wel inhalen, hè, in het najaar. Waar kun je dat... Oeh, dat is een beetje te veel. Hè. Waar kun je dat nog aanbrengen? Bijvoorbeeld op het smal stukje van je neus. Ik heb wel een beetje naar binnen toe, want als je dat te ver gaat doen, dan gaat je neus dikker maken. Dat willen we niet, hè? En dan hier tussen je wenkbrauwen. Voilà. Als je ook ziet wat ik doe zo punt, komma, hè? Zo'n beetje deppen. Niet gaan wrijven, deppen. Dan neem ik grote zus. En ik ga liquid, de poeder foundation nummer 1 gebruiken. Het is heel licht. Maar ik wil mijn lichtstuk ook vastzetten met iets licht. Heel logisch, hè? Want als ik daar nu met een donkere foundation ga overgaan, dan zie je niks meer, hè? Dus ik pak mijn poeder op mijn eiken. En ik dab mijn poeder daarop. Wat gebeurt er dan? Dan fixeert je het geheel. Dan fixeert je zet het vast voor de rest van de dag. En je ziet er de hele dag fris uit. En iedereen gaat mij vragen, amai, je ziet er zo goed uit. Lisbeth, het concealer 2 omdat die geler is. Als je nu 1 in huis hebt, is dat ook oké. Okay, dat is echt niet zo'n ramp. Omdat ik laat het gewoon zien wat ik bij mezelf doe. Maar concealer 1 kan ook perfect. Het is gewoon ietsje rozer. Hè? Kijk hoe mooi. Wow, dat is te veel licht. Ik moet even zien of ik dat kan focussen. Hè? Ziet je hoe mooi dat dekt? En hoe mooi dat oplicht. Het overal waar je dat gedaan hebt, zet je dat vast. Dat is het voordeel van zo'n sponsje natuurlijk. Hè. Als je dat niet hebt, nogmaals, hè, binnen een aantal weken ligt het in de verkooppunten. Neem dan bijvoorbeeld een platte kwast, een poederkwast en hou die zo'n beetje dicht. En dan duwt je het zo in. Hè. De kunst zit er gewoon in dat je dept hebt. Oké, dit was dus 1. Nu ga ik mijn normale foundation gebruiken, mijn 3 of mijn 4. Soms vragen mensen ons, soms even vaak, welke kleur moet ik gebruiken? Maar heel vaak kan je ook gaan mengen. Hè? Persoonlijk vind ik dat ook heel mooi als je gaat mengen. Hè? Ik zal je dan eens laten zien. Ik zal moeten, want mijn 3 is weer bij. Ah, voilà. Dit is de 3. En ik doe er een klein beetje... Hop, 4 bij. Dat kan perfect, hè? Lise, ja, dat kun je inderdaad. Dat is een goede vraag. Stel dat je normaal gezien poederfoundation nummer 1 hebt, standaard. Ja, is er dan nog iets lichter? Nee, er is niks lichter. Maar door de techniek en de 1 dekkender te brengen, gaat die sowieso luchter zijn. Dus daar gaat je sowieso effect van hebben. Goed, nu ga ik mijn foundation zetten op de rest van de huid. Ik ga lichtjes over die rand gaan waar ik met de 1 geweest ben. Maar ik ga niet overal waar ik met die 1 geweest ben nog eens gaan. Hè? Want dan is uw effect een beetje weg van uw highlight. Hè? Ik ben hier Valari aan het doen. Hè? De 3 en de 4 door elkaar. Hè? Dus als je nu op afstand kijkt, zie je dat toch al goed, hè? Dat schoon gehighlight heeft, is en daar niet, hè? Ook altijd goed zo die zijkanten van die neus meenemen. Ik ben dan inderdaad met een mini-kabukje aan het doen, omdat die ietsje steviger is. En ook omdat ik wil hem niet overal zetten, ik wil hem plaatselijker brengen. En dan moet ik iets preciezer gaan werken. Goed, that's it. Gaan wij een beetje marissen met mijn fanbrush. Gaan we een klein beetje
contouren. Ik ga dat opnieuw met de Soleil doen. Ik ga dat doen met de Soleil Pour Brunette, terwijl ik geen brunette ben. Maar omdat die koeler is van kleur en daar kan ik mee gaan schaduwen. Dus ik ga schaduwen. Als onder mijn jukbeen. Draai, 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 draai. En draaien. En onder de kaak. Nu, onder die neus kun je langs... onder die neus. Ik heb nog niet in de zon gezeten. Ik heb de hele dag boekhouding gedaan. Zal dat zijn? Langs die neus. Kijk eens wat er gebeurt. Dan krijg je zo een smaller neusje. Draaien, draaien, draaien. Hier onderin. En hier onderin. Dan, wat is nog een trucje voor constante frisheid? Is roze. Ik gebruik vaak de prune van Blush of de roze uit het Contour Glamour palet. Maar ik ga vandaag de prune doen, want ik wil heel veel frisheid. Ah, dat is goed, Karine. Heb je veel gekocht? Dan kan je ook heel veel oefenen, hè? Ideaal. Kun je volgende keer gewoon meedoen. De prune. Ook wel met dezelfde brush. Hè. Maak het gewoon simpel. Hè. Het midden van de wangjes. Voilà. Eigenlijk is het al genoeg. Hè. Kijk, hier eens aan het kijken in een andere spiegel. Dan kunnen jullie het misschien nog beter zien. Maar dan zie je de zijkant goed. Hè. Zo zie je het wel goed als ik zo highlight, denk ik. Hè. Verrast van de kleur, Loes. Ik hoop in een positieve zin dat je verrast bent van mijn prune. Dus, dat roos, dat mag je toch wel wat doen, hè. Je moet daar niet te zuinig mee zijn, want je wilt frisheid. Ik kan nog niks aan mijn ogen doen, want dat ga ik direct doen. Dan. Ik heb zoveel rommel, hè. Ik ben echt zo'n rommel... Mia. Ik heb mijn hele bureau hier weer overhoop. Dan, de eye primer. Ik ga nog geen highlighter doen, dan ga ik u houden voor zelfs. Een eye primer ga ik zetten, want ik wil een frisse look die de hele dag blijft zitten. Als je bureauwerk doet, is dat ook belangrijk. Je gaat niet 's morgens 10 minuten in de make-up steken en dan... Allee, dat het niet meer houdt. Hè? Oh, ik doe nu veel, want ik wil frisheid. Vind ik trouwens ook heel, heel fijn om te gebruiken zonder iets anders. Hè? Dus gewoon dit, mascara en klaar. Hè? Gaat ook, hè. Dan, eventjes over de kwasten, want dat was ook een vraag had ik gehoord. Twee kwasten die ik vind dat iedereen moet hebben, zijn de twee blendkwasten. De blendkwast, bijvoorbeeld dit is de Taproot Blender. Zoals jullie zien is die ietsje smaller. En dit is de gewone blender. Dat is ietsje breder. Dat zijn heel gemakkelijke kwasten om alles mee te doen en om vooral snel te zijn. Ik vind dat vooral heel belangrijk. Dan, voor de ogen heb je ook nog... de Eye Flat kwast, dat is eentje die wat feller het product opneemt en die je meer gebruikt om kleur vast te zetten. En dan heb je ook nog de Smudge. Die gebruik ik zelf ook heel veel, omdat die heel klein is, heel smal en ook heel precies. Els, 10 minuten. Ja, ik weet het, maar langer. Ik weet dat niet met zo'n poeder en zo. Ik doe daar niet langer over. Ik vind dat dat hop, 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 dan moet mijn meis morgen eens vooruit gaan, hè. Oké, ik ga met 3 kleuren vandaag werken. Ik had gezegd frisheid, dus ik ga werken met roze tendre. All-time favorite. Is altijd goed. Is de kleur als je niet weet wat je moet opdoen. Macaron is een matroze, is iets donkerder. En dan de chocola. Ik ga ze eens op mijn hand zetten, dan zie je het verschil. Eerst en vooral, dit is roze tendre. Ik weet niet of jullie dat goed zien. Ik heb weer een overbelichting, hè. Voilà, roze tendre is zo wat echt, ja, zacht roze, met een glansje in. Macaron is, ik kan rechts even doen. Donkere roze. Dit is roze tendre en dit is een macaron. En dan de chocola. Je kent hem als een heel donkere chocola. Het heeft zo, als zo een beetje dat paarsige van ondertoon. Wow, die is zo mooi. En dit is een chocola. Daar gaan we mee werken. Super mooi, hè?
In plaats van chocola, als je palet 1 en 2 hebt, goh, daar zitten genoeg roze tinten in. En dan in plaats van de chocola zou ik de taupe uit palet 1 gebruiken. Sophie, als je maar één kleur wilt doen, zou ik zeggen roze tendre is de topkleur of trésor. Dat zijn zo, of de beige natuurlijk. Oké, ik ga beginnen met macaron. Macaron is de middelste kleur van de drie. En ik ga dit in mijn deksel doen met mijn kwast. Ik ga het hier aanbrengen, dan kun je het misschien heel goed zien. En ik doe dat in mijn arcadeboog. De arcadeboog is zo de ruimte weer. Gewoon recht voor je kijken in de spiegel en op en af gaan. Dit is echt wel een hele mooie schaduwkleur als je het heel zacht wilt houden. En fris. Als je het hoogste punt in het midden legt, krijg je zo dat poppeneffect en krijg je grotere ogen. Altijd doen met een eye primer. Als je dat niet doet met een eye primer, dan gaat je adertjes accentueren. Het minste wat je roodheden in je ogen hebt, worden je ogen nog roder. En dat is echt niet schoon. Dus altijd met een eye primer. Hup, in je arcadeboog. Heel simpel. Recht voor je kijken en draaien. Dan neem ik mijn kleine smudge brush. Ik maak hem een klein beetje nat met de Le Fixeur. Omdat hij dan beter product gaat opnemen en de kleur is feller. En ik neem de roze tendre. De roze tendre is de allerlichtste wat ik liet zien met een glansje. En ik breng die aan op mijn oogbol. En ik ga het weer hier doen. Mag ik geen Sabineke Tiels doen, hè Sabine? Ik weet niet of ze aan het kijken is, maar gisteren was helemaal uit beeld. De hele tijd. Allee. En ik zet deze op mijn oogbol. Kijk, als je dat nat maakt, hè, hoe intens dat is. Ik ga een klein beetje naar achter, zodat het licht wat minder fel is op. Moet je zien met mijn vaas, hè? Ziet je? Zo ziet je beter, denk ik, hè? Dus je zet die, hup, op een oogbol. En wat je nog doet, is die hoger zetten dan je oogbol. Als je die hoger zet dan je oogbol, dan gaat je oog vergroten. Kijk eens, nu zie ik dat ik hier een vlek heb. Jezus. Dus, hop. Doe dat weer weg met mijn sponsje. Als je dat hoger zet dan je oogbol, dan gaat je echt een groter oog krijgen. Hè? Maar dat kun je alleen maar doen met zo'n lichte kleur. Ziet je? Ik ga het heel even terug nu met mijn macaron, met mijn matte kleur. Macaron zit in palet 1, maar daar is die, omdat die geperst is, een beetje donkerder. Dus die is niet zo oranje-roos zoals in deze. Oké, dan neem ik mijn Taproot blender, dus die kleinere blender. Ik had juist, dus ik heb gebruikt de grote blender voor de macaron. Dus de smudge borstel een beetje nat voor de roze tendre. En dan neem ik mijn kleine blender, mijn Taproot blender. En daar ga ik mijn chocola mee opnemen. Dappen, 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 dappen. Recht, hè. Ik heb ook gezien, ik pak altijd mijn penseel recht. En dan ga ik recht aanbrengen. Ik ben echt super zacht aan het duwen. Hè. Ik wil bijna geen kracht zetten, want hoe harder je duwt, hoe feller je kleur wordt. Ik gebruik dit gewoon om diepte te brengen. Om zo net iets meer contrast. En ik doe dat hoger dan ik dat allereerste lichtroos, dat roze tendre gezet heb. Hè? Want anders heb ik dat effect weg van mijn ooglid wat ik vergroot heb. Hè? Dus dan moet je zeker hoog blijven houden. Hè? Voor de frisheid. Hè? Ziet je het? Dan kun je de roze tendre ook een beetje, dat zou ik zeker doen voor die frisse look. Ook als je een bril draagt, dit is top hè, als je een bril draagt, omdat je alles heel fel vergroot. Dus hier zeker roze tendre zetten. En dan ga ik mijn penseeltje, mijn smudge, weer nat maken. En ik ga in mijn chocola. Kijk, dan maak je dat echt zo liquid, hè. Rosé kan ook hoor, Lisbeth, als je geen chocola hebt. Rosé is iets donkerder en iets paarser. Maar ook heel mooi daarbij.
Kijk, en ik ga hier tussen mijn, eigenlijk tussen mijn wimpertjes en een beetje verder chocola aanbrengen. En ik doe dat ook een klein beetje zo op mijn wimperrand. Zo, of in mijn waterlijn eigenlijk, hè. Zeker mooi voor hangoogjes, Katrien. Dit is de beste techniek die er is voor hangoogjes, omdat je ze heel veel opentrekt, hè. Heel, heel, heel goed. Dan, wat je ook kunt doen, met die klein moesje waar ik er straks mee gewerkt heb, is uw roostanderen gebruiken. Ik ga een klein beetje nemen, dat je het zo, ziet je het, dat ik het erop heb? Als highlighter. Kijk, hè, ik zet dat. Met dat sponsje, dan duwt je hem er echt mooi in. En dan kun je bijvoorbeeld met de fanbrush gaan vervagen. Super simpel! Dus dat gaat allemaal met een opschaduwje, hè? Ik wil daar eyeliner bij, omdat ik eyeliner heel mooi vind. Maar ik ga jullie laten zien hoe je met de oogschaduw een eyeliner kan maken. Ik moet heel even zien naar de juiste kwast. Sorry, hier naar de brow brush. Die pak ik nat. Ik doe chocola opnieuw in mijn dekselje. Ziet je, als het, dat is eigenlijk te nat, ziet je dat? Je moet, en als je dat hebt, moet je gewoon meer poeder in je deksel doen. Ik wil een kloppen hier op mijn... Ja, voilà. Dat moet zo medium zijn. Dat moet zo een papje worden. Maar dat mag zeker niet te liquide worden, want dan ga je eigenlijk geen kleur hebben. Als je dat hebt op je ogen en je denkt, oei, dan moet je gewoon een beetje poeder bijnemen, hè? Gewoon water op je borstel. Ja, dat gaat. Maar, kan je zeggen wat er dan gebeurt? Dan gaat je zo meer naar... Dat uitlopende krijgen. En de fixatiespray geeft dus echt fixatie. Ah, voilà, Laurie antwoordt. Gaat te snel uitlopen, dat is wat ik bedoel. Dus. Ik ga een eyeliner maken met de chocola. Dat is echt, kijk eens wat een effect dat geeft. Dat is hetzelfde als een liquid, hè. Kijk, mooi. Ik vind dat echt een hele mooie kleur. Nu, als sommige mensen gaan dat misschien te rood vinden, als je bijvoorbeeld te veel roodheden in de huid hebt, dan kun je beter naar een biscuit gaan of een raisin. Dus ietsje minder rood. Hè? Dus dan moet je een beetje opletten. Als je snel rode ogen hebt, moet je dat niet doen. Sophie, deze kleuren zitten niet samen in het palet. Ik heb eens bewust voor eens wat losse kleuren gekozen, want we gaan altijd naar de paletjes en daarmee. Maar ik zal ze straks nog eens allemaal laten zien. Hè? Dan, hup. Mascara. Dat doet ook veel, hè. Hop, 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 hop. En nog een ander. Dat doe ik ook, want ik wil een frisse look. Kijk wat dat doet. Veel licht, hè. Even zo. Ik ga een beetje zo doen dat je... Dat is eigenlijk wel heel leuk, hè? Ja, mijn bloemen liggen. Oh. Oh. Vrouwen! Ik ben zo'n klungel soms, hè? Vaas. Ik wou zo tas deco, maar het is niet zo goed. Ja, het is goed, het is goed. Oh. Ja, typisch mij, hè? Ziet je? Kijk, dat bedoel ik. Nu hangt hier zo'n blauwe oogschaduw in. Allee, ik heb mijn spons kunnen kant hangen. Wat een verschil. Ja, dat is zeker een verschil. Kijk eens, dat één oog, dat is echt zo omhoog. En, dat is, en toch heb je zo niet het gevoel van, oh, ik heb veel te veel make-up op. Hè. Dat vind ik zo fijn aan roze tint. Nu vind ik wel dat ik hier zo nog iets meer met een macaron, dat kun je. Je kunt daarop blijven werken. Hè. Je moet schaduwen. En dan wat je nog meer vergroot dan. En dat kan, kijk, dan wordt dat zo nog iets zachter. Ah ja, wenkbrauwen? Ja,
Ik vind dat daar wel een wenkbrauwje bij mag. Dus ik ga gewoon... Dus nu met de brunette ga ik eens doen. Omdat dat zo iets steviger mag zijn, vind ik vandaag. Ja. En dan ga ik die weer kammen. Zie je, als je dat ook weer niet te hard duwt, wordt dat niet te fel, hè? Jawel, de oogschaduwtjes nat maken in het palet kan ook. Maar dan zou ik echt zo één kantje houden om het nat te maken en de andere kant droog houden, hè? Dus ja. Lippen vind ik ook een belangrijke. Ik vind dat je wel met de lippenpotloodjes kunt werken bij zo'n look. Omdat het zit hem in de details. Het lijkt heel simpel, maar het zit hem in de details en de juiste kleurtjes. Dus ik ga voor een plum. En ik ga altijd eerst een randje doen. En als je dat goed ziet, dan gebruik ik dat zo wat een beetje plat. Dan is dat direct een beetje vervaagd. En dan hier ook. Altijd van het midden naar buiten. Het wenkbrauwpotlood kun je inderdaad gewoon met een gewone slijper. We hebben ook slijpers in het gamma, maar je kunt gewoon een make-up slijper en geen potloodslijper. Zo'n kinderpotloodslijper. Dat moet je niet pakken, want dat gaat niet. Hè? Kijk, wat ik dan doe, is mijn plum potlood uitvegen. Dan blijft dat ook de hele dag. En dan kun je eventueel twee kleuren combineren voor een vollere lip. Namelijk Le Nude Parfait en de Crème Brûlée. Voilà. Ja, Machtel, dat is wat ik net zei. Hè. Dus inderdaad, liefst eentje van een make-up slijper. En niet eentje voor de kinderen. Ik heb het al geprobeerd hoor, believe me. En dat werkt niet. Crème brûlée en de Nu Parfum in combinatie. Ik begin met de crème brûlée. Ik ga het nu met een penseel doen, want ik ga iets speciaals doen. En ik ga een rand in. Ja, en dan veeg je je penseeltje een klein beetje af. En dan neem je de Nude Parfait. En die zet je zo aan de binnenkant. Dan krijg je, ik vind dat persoonlijk... En een hele, hele, hele mooie nude. Een hele mooie combinatie. En voilà. Wacht, hè. En dan wel zien dat je lijntjes zo niet ziet, hè. Beetje in elkaar blenden. Dat is toch wel mooi, hè, die kleurcombinatie. Je kunt daar nog wel wat glans op zetten. Maar ik vind dat juist mooi als dat zo wat mat is. Nu vind ik dat mijn blush te weinig is. En als je blush te weinig is, moet je wat meer blush doen, hè? Dan doe je gewoon een klein beetje meer. En that's it. En dat is very pinky. Kijk nu het verschil. Dan zie je toch duidelijk het verschil tussen niet opgelicht en zo. En wel opgelicht, hè? En dan je wimpers goed omhoog duwen. Ah, kijk, ik heb ook geknoeid. Wat doe je als je knoeit? Het opvegen natuurlijk. Dat kun je best doen gewoon met de penseel. Dus, wat ik nog wil laten zien is de oogschaduws. Ik heb de oogschaduws gebruikt. Dus de roze tendre, de macaron en dan de chocola. Veel licht, voilà. Macaron. Roze tendre. En dan de chocola zal ik in de deksel tonen. Wat dat geeft. Nu, je ziet duidelijk, ziet nu het licht heel goed. Hoe fel dat opgelicht is onder die ogen en hoe belangrijk dat is. Hè. Ik heb dat nu met de liquid concealer gedaan, maar je kunt dat echt met de liquid foundation doen. Maar je moet dan ook het fixeren met
en een lichte poeder. En dat is een heel goed trucje voor als je zegt, ik zie er moe uit en ik wil dat dat heel erg fris is. Ook heel goed voor bruidjes en zo. Hè. Ik vind dat eigenlijk een van mijn lievelingslooks wat ik doe. Nu, wat ik ook wil laten zien, en dat is wat ik juist aan het zeggen was, is dat je eigenlijk, en ik weet niet of jullie dat weten, maar onze oogschaduw, omdat die zo puur zijn van bestanddelen, nagellak kunt maken. Ik heb hier gewoon een transparante nagellak. Ja, echt waar. Gewoon transparante nagellak. Ik dep in mijn potteke, oogschaduw. En als ik nu, ik ga hier een fatsoenlijke nagel pakken, want mijn nagels zien uit. En als je nu gewoon op je, ik heb nu wel zo van die roze gel lak op, hè. Maar kijk, je kunt gewoon met die poeders nagellak maken. En ik weet niet of jullie dat weten eigenlijk. Maar dat is wel iets heel tofs, hè. Ik weet niet of iemand al een zootje geprobeerd heeft. Maar ik wou dat toch wel eens tonen. Oei, ik was weg. Dan zit je met een potteke, wat vuil is, een nagellakdingetje. En dan doe je dat gewoon terug af en dan veeg je dat, gewoon terug in het potje. Hè? Nee? Dat is nu de, dan heb ik matching, matching nagellak hè? Bij mijn eyeliner en bij mijn oogschaduw. Dus dat gaat eigenlijk ook heel simpel. Dat is eigenlijk het fijne aan pure mineralen. Hè. Die zijn zo natuurlijk en zo puur van bestanddelen, dat je eigenlijk heel multifunctioneel kunt gaan werken. Hè. Dus je kunt je oogschaduws als highlighter gaan gebruiken. Je kunt die gebruiken doppen in nagellak. En dan krijg je transparante nagellak in de oogschaduw. En dan gewoon en dan denk je, oeh, dat is poederig. Maar je moet blijven lakken en dat komt helemaal goed. Doe maar, hè. Ah ja, Chloe, want Curbazaar natuurlijk zou nog helemaal top zijn als je een natuurlijke nagellak er dan nog bij neemt, hè? Lisbeth, grappig. Ja, dus je ziet het verschil, opgelicht en niet opgelicht, hè? En dan de combinatie van de lippen, zeker onthouden, crème brûlée is dan een must-have in combinatie met nu parfait. Dus voilà. Renske, goede vraag. Trouwens, Renske, ik heb u in de Albert Heijn gezien. Je stond aan een andere kassa. Ik heb 2 keer uw naam geroepen, Renske. En ik ben zwaaien. En die vrouw achter u dacht dat ik helemaal gek aan het worden was. Maar jij was zo in de flow van de boodschappen. Ik heb mij niet gezien. Maar, wat was uw vraag? Sorry. Vervaldatum. Kijk, in principe, in minerale poeders zit geen water. En in dat, daardoor heb je eigenlijk officieel geen vervaldatum. Natuurlijk moet je altijd een klein beetje opletten als een product, op het moment dat een product verandert van kleur, extreem of een andere geur krijgt, dan zou ik het echt altijd wegdoen in cosmetica. Je doet dat ook met eten, dus doe dat ook maar met cosmetica. Maar dat houdt echt heel lang. Als je op het potje gaat kijken naar opening 36 maanden, maar in principe kun je dat ja, heel lang houden. Waar moet je mee opletten? Met een mascara, met een lipstick, met een liquid, overal waar water in zit, daar moet je mee gaan opletten. Dat zou je eigenlijk na een 6-tal maanden toch wel moeten gaan vervangen. Dus daar moet je toch een beetje mee opletten, tenzij het nog oké is. Dus ik laat op de kerk in het midden, hè. Sophie, schrik met licht onder de ogen. Maar ja, als jij licht onder de ogen bent en je doet daar dan met een kabuki terug je donkerkleur over, gaat je niet lekker een panda uitzien, hè? Dus. Hebben jullie nog vraagjes voor mij? Weten jullie nog hoe het moet, ja? Want dat vind ik altijd zo jammer als ik het dan afsluit en dan denk ik weer, zouden ze het wel begrepen hebben? Zouden ze het wel goed gaan doen? Ik weet dat de berichten altijd wat later binnenkomen dan ik ze zie. Dus voilà. Nu, ja, voilà. Experimenteer maar. Deze kun je... Emeline, eigenlijk is het te laat, ben bezig. Maar stuur nog maar, ik ben dit weekend alles af en sluiten van de ambassadors. Nathalie, oplicht onder de ogen met 3. Je bent redelijk bruin, dus eigenlijk nee. Het gaat te donker zijn, ook al ben je wat donkerder dan mij. Ik zou het niet met een poeder 3 oplichten, want dat gaat nooit dat oplichtende effect geven. Ik vind de 1 meest oplichtende, omdat die wat roze heeft en reflecteert.
Korte herhaling van begin. Ik heb 2 sponsjes gebruikt. Die sponsjes zijn er nog niet, hè? Dat is een primeur. Dat is een primeur. Die zijn er binnen 3 weken, 4 weken. Maar je kunt het nu even doen met de liquid, met de concealer brush. Ja, voorlopig en met een platte borstel. Je kunt ook met je kabuki je product in deppen. Het gaat ook. Hè? Dus liquid concealer 2 heb ik onder mijn ogen gezet. Omdat dat geler is. Heel dekkend. Ook op mijn jukbeen. Echt erin gedept. Dan heb ik het vastgezet met poeder foundation nummer 1. Echt duwen, dat je die gloed krijgt. En dan heb ik pas mijn kleur gedaan en ik heb de 3 en de 4 gemengd. Een beetje contour met Soleil Brunet, een beetje prunroos en that's it op mijn huid. Dus voilà. Oké, goed. We hebben nog een tof weekend, want morgen is het zaterdag. En dan is het normaal gezien party night en dance night. Vorige week hadden we al Jessie van de McKenzie, maar... Morgen hebben we Loredana van Tu Fabiola. En zij gaat hele gekke dingen doen, want ik ken haar vrij goed. En ze doet altijd een beetje rood en oranje tinten en speciale tinten. Maar ik vind het wel heel leuk, omdat ze een hele speciale techniek heeft. En als je zegt, ik hou wel eens wat feller, dan zou ik zeker gaan kijken. Dan hebben we zondag Ellen van ons team Sampersaat. Zij heeft ook een hele leuke stijl, dus moet je zeker kijken. En volgende week is het weer van alles speciaals. Hè? Verder kunnen jullie kijken naar alle filmpjes, alle herhalingen op ons YouTube-kanaal van Sampersaat. En dan kun je zoveel kijken als je wilt en terugspoelen enzovoort. En we hopen dat het zo gemakkelijk mogelijk is en dat iedereen goed oefent. En je mag ons zeker... bellen, sms'en, whatsappen of e-mailen. Goed, fijn weekend allemaal!